Die mens begeer blijkbaar altijd om meer mag te bekomen. Die motorvervaardiger DeWille Motors het bijvoorbeeld met zijn prototype model van zijn DeWille 16 gespog. Een motor met een 16-cylinder 12,3 liter engine, wat meer als 5000 paren kracht produceert. Of, alsof dat niet genoeg is nie. Denk aan die Peterbilt halftrok wat spog met 3 Pratt Whitney J3448 straler engines en 36.000 paardekracht. Die trok rijdt een kwart mijl in 6.5 secondes en al oor die 600 km per uur voordat sy 2 valskerms ontplooi word. In teenstelling hiermee, bid Paulus dat die gelowiges in Efese wat versoek word om die verskeie kragte en gode wat eie aan hulle kultuur is te bewonder, liever die onmetelijke kracht van God in Christus, wat hy deur die Heilige Geest tot hulle beskikking stel, sal ondervind. Hierdie goddelike mag word nie in perdekracht gemeet nie, of in toorderij nie, maar word in 4 kosmos of heel al veranderende verlossingshistoriese gebeurtenisse gesien. 1. Die opstanding van Jesus. 2. Sy verheerliking by die troon van God. 3. Wanneer alle dinge aan Christus onderhewig gemaak sal word. En 4. Christus wat as hoof van sy kerk aangestel word. Efesiërs 1 vers 19 tot 23. Deur hierdie 4 gebeurtenisse in aanmerking te neem, kan gelowiges begin om te begryp en te ondervind wat die onmeentelike omvang van die krag is wat God namens hulle uitoefen. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 15 Julie.